In anderhalf jaar tijd een project van deze omvang. Dat is logistiek een enorme uitdaging geweest. En ik kan alleen maar zeggen, dat is echt hectisch geweest. Maar ja, zoals je nu kunt zien, en in anderhalf jaar tijd, je herkent de koping niet meer terug. Het is veranderd en op een vreemde manier voelt het ook nog vertrouwd. Het was een vrij hectisch project. De voorbereidingtijd, heb ik begrepen van Thales, duurde 5 keer langer dan dat we het uiteindelijk gerealiseerd hebben. We zijn hier anderhalf jaar terug begonnen. In een jaar tijd 127 woningen gerenoveerd en vervolgens 99 woningen gesloopt en nieuwbouw gepleegd. Niet alleen grondgebonden woningen, maar je ziet hierachter ook appartementen en dat is uniek. De bewoners die hebben bijna allemaal in de Kolpingbuurt kunnen blijven wonen. Dat is een puzzel geweest om dat op een goede manier op te lossen. Als je dan weet dat elke woning in 55 dagen individueel gesloopt en opgeleverd is, dan is dat de prestatie van de jawelste. Als woningen een bepaalde leeftijd hebben, zeg maar 60, 70 jaar oud zijn, dan zitten ze aan het einde van hun levensduur. Nou ja, dat was hier in de Kolping niet anders. En dan moet je gewoon iets doen omdat de technische staat van de huizen gewoon slecht is. Het is niet niks, weten we uit, ook uit andere buurten, als je te horen krijgt van ja, nou moeten we toch echt eens gaan renoveren en zelfs gaan slopen. Want zo kan het niet meer verder met die compleet verouderde huizen. De Kolpingbuurt staat bekend als een echte volksbuurt waar de mensen heel erg aan elkaar hangen. Ik kan me ook voorstellen dat weer gevoelens oproep moeten we uit elkaar. En dat betekent ook iets voor alle werkers van Thales, van de politie, welzijnswerk, gemeente. Daar kan je alleen maar trots op zijn als al die mensen de handen in elkaar hebben geslagen. En zeker als je het resultaat ziet.